IJsselstein. Hoe toepasselijk kan het dan zien dat er een steen, skiën, in de hof leed, met een tekst erop die ze vanaf de weg heel moeilijk kan lezen? Ah! Al 11 jaar een kei in het jeugdcomité René en Marianne. Veel geluk in jullie nieuwe huis. Hallo. Er is activiteit binnen, maar of ze doen hun enorme best om ons niet te zien, gewoon aanbellen. Ding dong. Kiek. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Bas van der Zwaan. Marianne Manders. L1, programma Onderweg. Oh. Kent ze het? Nee. Nee? Oh. Vertel. Nou, we zien L1, kent ze wel? Ja. We zien van het programma Onderweg en we rijden door de ganse provincie op zoek naar verhalen. Oh god. En toen zogen we de kei liggen. En we koesten vanaf de weg niet precies zien wat erop stond. Nou, we gaan maar kijken. Ja, ik heb al gelezen. Oh, oké. Okay. Ja. Maar gaat dat dan over Marianne of over René? Nee, over René. Over René. En René is? Ja, mijn vriend. Jouw vriend? Die is aan het werk nu, maar die was 11 jaar vrijwilliger bij de jeugdcarnaval. Bij de jeugdcarnaval? Ja, bij de jeugdcarnaval. Wie gaat er nu stofzuigen? Dat is de poetsvrouw. Lekker Marianne. Ja, heerlijk hè? Oh, wat heerlijk. Oh, dat is echt fijn, ja. Dus dan komt de poetsvrouw langs en dan ga jij op de bank zitten en dan ga je kijken hoe de... Nee, ik moet eigenlijk ook gewoon werken. Maar mijn jongste zoon moest naar het consultatiebureau. Dus ik ga zo weg en dan... We hebben geluk. We hebben pech dat René er niet is, maar we hebben geluk dat jij er bent. Ja, dat is waar. Oh, maar dan is jouw zoon nog... hoe oud is hij? Jong? 6 maanden. Oh. Schatje. Ja, ik zou bijna zeggen van kunnen we hem zien? Ja, het schatje. Hij zit hier. Wat? Zal hem maar verhalen. Ja, dat is goed. Hij ligt al helemaal kiek nou toch. Klaar om te gaan. Ja, is hij... Hi! Hallo! Och. Ja. En hoe heet hij? Rens. Ja. En hoeveel heb je er? 3. 3? Ja. Nou, jullie samen hebben er 3. Ja, sorry. Wij samen hebben er 3. Ja, en waar zijn die andere 2? Die zijn op het kinderdagverblijf. Oké. Okay. Ja, anders was hij er ook, maar we moeten even weg, hè? Ja, het is hij gaat er dadelijk wel weer heen, hoor. Is het hier ook nog vakantie? Ja. Deze week nog. Papa en mama moeten natuurlijk... Papa en mama moeten gewoon werken. Ik was net kaartjes aan het boeken voor donderdag naar Burgerspoes te gaan. Dus dan hebben we ook vakantie. Haapjes kijken. Maar ik moet de hele week nog werken. Of ja, tot morgen nog. Wat doe je? Helaas. Ik werk bij ASML. In Veldhoven. Dat is een computerchipsfabrikant. Ja, we maken de machines. Het lithografische deel van de machines. Voor chips. Je bent mij al kwijt. Ja, dat dacht ik al. Maar dat maakt niet uit. Heel interessant. Maar ik zit op de personeelszaken. Dus, dus jij moet eigenlijk zorgen dat het personeel het goed heeft. Ja. Dus je bent een beetje de moederkloek van het personeel. ja, van mijn afdeling. Dus jij moedert niet alleen hier, Marianne, jij moedert daar ook. Ik moedert overal. Is dat leuk werk? Ja, het is heel leuk werk. Veel plezier doe ik dat. Oké. Okay. Maar betekent dat ook dat je dan altijd ook wel een luisterend oor moet hebben voor wat enorm er... Enorm veel. Werken er veel mensen? Bijna 15.000, 16.000 mensen. Maar ik ben een van de velen. Er zijn er natuurlijk meer. Dus ik heb ongeveer 450 mensen. 450 mensen? Wiens belangen jij een beetje moet behartigen eigenlijk? Ja. In hoeverre heb je dan nog überhaupt tijd om... Want dat zijn er wel heel veel. Ja. Maar heb je dan überhaupt nog tijd om eens een keer met iemand van het personeel... rustig te gaan zitten. Jawel. Ja, toch? Jawel. Heel veel tijd. Daar neem ik de tijd voor. Ik hou van gezellig kletsen met iedereen. En dan de ene keer is het over problemen, maar de andere keer ook over juist leuke dingen. Dus het kan allebei. Wat een luxe lijkt me dat. Dat je
Ja, de betere baan kun je niet hebben. De hele dag gezellig met iedereen lekker kletsen. Dat moet jij toch herkennen dan als jij alleen maar kletst. Ja. Maar dit is niet echt personeelszaak. Nee, wat, dat is waar. Dat is waar. Wij doen het vooral voor de kijkers. Ja, dat is waar. Hoe rol je daarin? Goh. Is dat toevallig gegaan? Of is je op een gegeven moment van... Gegaan. Nu wil ik toch wel... Ik wil toch echt wel... HR moet je tegenwoordig zeggen. Ja, HR. Human Resources. HR-generalist heet het bij mij. Oh, nog erger. Ja. Tenminste, ja. Qua omschrijving. Ja. En wat betekent generalist? Je scheert alles over één kam? Ik doe alles. Dat eigenlijk een beetje. Heel generaal. Ja. Heel veel verschillende onderwerpen doen wij. En wat doet René? Die zit in de... Ja, ook in de... In die zit kant. Ook in de chips? Nee, die zit... Die doet technische werving en selectie. Dus die... zit een beetje in hetzelfde vak. Maar dan meer in het voortraject? Ja. Dus in het aannemen van mensen? Ja. Zij nemen mensen aan voor projecten of voor vaste banen. En dan plaatsen zij die bij bureaus. Marjan, je gaat me toch niet vertellen dat jullie elkaar ook op die manier zijn tegengekomen? Nee. Niet? Bij Rauwe Hazen. Oh? Bij het slotconcert van Rauwe Hazen. Oh, dat is niet zo heel ver hier vandaan, hè? Nee. Dan kun je bij wijze van spreken op de fiets naartoe. Ja, op de fiets. En was dat dan de vrijdag, de zaterdag of de... Nou ja, toen nog niet de familiedag op zondag, hè? Nee, dat was denk ik de zaterdag. Meestal gingen wij op de zaterdag, ja. 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 En waren jullie ook van de categorie t-shirt verscheuren? Nee, en, wij waren van de categorie... We staan iets meer naar achter. Oké. Okay. Zo net achter die drukte. Oké. Okay. Dus dat je ook nog een gesprek kunt voeren. Ja. Ah. Dat is nog steeds lastig met al die muziek, maar... Oké, jij komt oorspronkelijk uit... Leunen. Leunen? Ja. Ja. Maar je kalt niet plat? Nee. Nee. Nee, daar ben ik niet mee opgegroeid. En René komt oorspronkelijk uit... Oké. Ja. Die is hier geboren en getogen. Geboren en getogen. Ja. En dus het was zaterdagavond, weet je nog welk jaar het was? 2009. Dat is lang geleden. Nou, dus bijna 10 jaar geleden. Ja. En... Toen zag jij René, of René zag jou? Oh jeetje. Er was ongetwijfeld drank in het spel. Er was heel veel drank in het spel. René die was met mijn zus aan het praten, want die kennen ze elkaar dan. Want mijn zus, haar man, komt uit IJsselstein. Oké. Okay. En toen zei ze eigenlijk voor de gein, oh Marjan, jullie moeten gewoon eens een keer samen wat gaan eten. Er werd zwaar gekoppeld eigenlijk. Ja, daar had ik allemaal geen zin in. En sowieso niet met een jongen uit IJsselstein, had ik allemaal geen zin in. Dus en uiteindelijk zijn we niet meer aan elkaar gegaan. Dus ja, toch wel wat zin in. Maar op die avond zelf is er niet zo heel veel gebeurd? Nee, een beetje geappt op het einde van de avond. Dus dat was ook een soort van werving en selectie? Ja, eigenlijk wel. Alleen dan door mijn zus. Ja. Dus koppelaarster. Ja, koppelaarster. Maar daar ben je haar nu nog steeds enorm dankbaar enorm voor, denk dankbaar. Ik. Enorm dankbaar. Ja. Waarom ga je in godsnaam met dat kind naar het consultatiebureau? Ja. Dit is toch een perfecte baby? Het is een baby. Ideaal kind. Het moet, hè? Nou ja, het moet. Kijken of zijn groeicurve goed is en zo. Kijken of hij goed gegroeid is en of hij het goed doet en of hij goed weegt en genoeg weegt. Maar voor de rest is het een ideale kleine man. En wat voor merk zijn die andere twee? Een jongen en een meisje. Een jonge Bram van 5. En een meisje, Tessa, van... Hoe, die wordt in juni 3. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is mooi gespreid. Ja, dus we hadden een jonge meisje en bij deze, maakt het niet meer veel uit. Want en, we hadden alles al. Is het dan nu klaar? Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Ik vind van wel. Oh, jij vindt van wel. Maar René is van het grote gezin? Ja, die zou er nog wel eentje willen. Komt hij zelf ook in een groot gezin? Nee, ja, nou 3. Dus op zich... En wat zou dan de overweging zijn om van 3 nog naar 4 te gaan? Ja, groot gezin. Toch? Mijn overweging is meer van, dit past nog in een auto, past nog aan tafel. Dus het is klaar. Ik wil niet meer bevallen. Dat is ook een hele grote overweging. Ja. Ik heb gezegd tegen René, als hij dat doet, dan mag... Dan komt als hij de bevalling doet? Ja. Oké. Okay. Dan mag er nog een 4e komen. Maar, René houdt dan ook wel van een beetje drukte. Jawel. Vindt hij wel leuk. Ook wel van zijn rust. Daarom hebben we hier zo'n mooi, lekker, rustig gelegen woning. Maar nee, dat vindt hij wel leuk. Hey, en hij is dus
Maar ja, onderscheiden. Hij is geëerd voor 11 jaar. Maar doet hij dat nog steeds? Nee, hij is dus dit jaar gestopt. En het is meer als grapje van zijn mede-bestuursleden. Van de jeugdcarnaval. In IJsselstein kun je geëerd worden met de reuzenkluut. En dat is een grote kei en die krijg je dan in de tuin. En toen wij dit huis hadden gekocht, hadden we housewarming. En toen hadden zijn mede-comitéleden eigenlijk met een lodertje deze het steen meegenomen. En als bedankje voor 11 jaar jeugdcarnaval, maar ook als voor het nieuwe huis eigenlijk. Dus het was een beetje een grapje. Of het is natuurlijk wel een hele grote steen om in de tuin te zetten. Ja, het moet ook wel een beetje, niet dat je denkt van... Sommige mensen denken van, oh, dat is de reuzenkluut. Maar nee, het is echt als grapje een hele grote steen. Hoe reageert jouw René dan als mensen met dat soort dingen komen? Net als mij een beetje ongemakkelijk. Hij heeft de hele carnaval denk ik wel 3 keer op het podium gestaan en daar moest ik ook een keertje mee. En dat... Hij vindt het wel heel mooi dat hij daarvoor gewaardeerd wordt, dat wel. Maar hij is echt een achter de schermen type dan toch wel? Ja. En jij ook? Ja. We houden niet zo van op de voorgrond te staan. Oké. Nee. Hey, Nou, dat vond ik een mooie uitsmijter. Ja. Ja. Rens, oh kijk nou toch. Ja. Wil je nog even lachen? Nou, ze zijn, volgens mij, Rudy, ze zijn bij ons bij L1, is op zoek naar, volgens mij loopt dat nog steeds, hè, die actie, naar de leukste baby van Limburg. Nou. Mogen we Rens staan bij deze... Daar heb je hem. Kijk. Ja, volgens mij is de rest gewoon, de rest is gewoon nu kansloos. Ja. Kijk. Jij bent de leukste baby, hè. Ja. Marjan, mag ik jou bedanken voor het praatje? Ja, het is jouw core business, hè. Ja. Kletsen. Doe niks anders. En dat ga je nu de rest van de dag ook doen? Ja. Hoe laat moet je in Veldhoven zijn? Ik moet om 9:30 bij het consultatiebureau zijn. Oh, daar red ik me wel.